jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik heb gisteren niets gefilmd. En dat had de voornaamste reden dat ik eigenlijk gisteren gewerkt heb. En verder niks heb gedaan. Maar vandaag is wel een leuke dag. Het is zaterdag, ik ben vrij. En zojuist is de vaderdagkaart van mijn vader binnengekomen. Super leuk. Hij vond het echt super. Het is een mega, mega groot kaart. Dus dat is wel top. Maar ja, ik ga nu onder. Ik denk wat klapt er, maar dat is mijn leerjas. Het is trouwens wel echt weer even jassen weer. Het is best koud. Maar ik ben onderweg naar Rotterdam. Ik ga namelijk voor vaderdag donuts halen bij Dunkin' Donuts. We hebben een vaderdagactie. En uiteraard ga ik daar gelijk even een kopje koffie halen. En nog eventjes rondneuzen in de stad. Voor de rest niet zoveel. Maar ik ga onderweg naar Rotterdam om die dingen te regelen. Trouwens vandaag even ander nieuws. Vanmorgen begon het een beetje hectisch. En ja, apart. Want het is namelijk zo dat we natuurlijk nu 2 maanden geleden of zo, we hebben natuurlijk Binky gevonden, dat konijn. Zo vals als maar zijn kan, maar goed. Maar die is vannacht ontsnapt uit zijn hok, die in het hok van Billy staat. Snappen jullie het nog? We hebben 2 konijnen. 1 konijn zit in een mega hok. En het andere, er staat een hok in het mega hok waar het andere konijn in zit. En het andere konijn is dus ontsnapt. En is bij het andere konijn terechtgekomen. Wat een goed zul en een lulletje is, eerste klas. 2 mannetjeskonijnen gaat meestal niet samen. Nou, zo ook die van ons. Dus de een heeft de ander te grazen genomen vannacht. Eindstand, wond in zijn nek, wond op zijn rug. En zijn ooglid is eraf. De onderkant van je oog. Dat lid, dat is gescheurd en dat hangt los. Ik ga jullie foto's en beelden besparen. Maar wel even creepy. Dus ja, daar zijn we vanmorgen mee naar een vervangende dienst doen, de dierenarts gegaan. Maar ja, dat was natuurlijk ook helemaal drama. En ja, lang verhaal kort. Ik ben nog uren aan het lullen. Maar ze gaan de wond of het ooglidje gaan ze hechten. Dat kan gehecht worden, omdat het nog best wel recent gebeurd is. Kunnen ze dat goed hechten. Dus dan is er verder niet zo heel veel meer mee aan de hand. Dat wordt dus allemaal vanmiddag gedaan, dus hij is nu bij de dierenarts. Super zielig. Ze was wel even schrik. Ik dacht eerst dat er weer een dier overleden was. Maar gelukkig niet. Maar ik ga onderweg naar de stad nu, jongens. Ik heb trouwens super chillen. Ik heb serieus een shirt met lange mouwen aan, een topje en een leren jas. Dus ik moet zeggen, zo heel warm vind ik het niet. En gewoon weer een lange broek. En ik heb mijn Nike Air Swoosh aan, mijn witte. Die lopen uiteraard gewoon nog steeds best. En ja, ik kan daar gewoon uren op lopen. Maar goed, onderweg naar de stad. Goed, inmiddels aangekomen in de stad. Ik ben net de metro uit. Maar goed nieuws over Billy, hij maakt het goed. De operatie is gelukt, alleen dat het koud is, hij wordt nu warm gehouden. Dat is niet zo'n groot probleem. Maar het gaat verder gelukkig allemaal goed. Onderweg naar de TKMX en de Dunkin' Donuts. Goed, ik ben inmiddels weer terug in de gewone wereld, tenminste mijn gewone week. Ik heb niks gefilmd in de stad, het was heel erg druk en er was ook van alles aan de hand daar, dus ik moest ook helemaal omlopen, maar ik ben geslaagd. Ik heb een doos van 12 en een doos van 6. Ik wilde de eerste 2 dozen van 12 halen, maar dat was alweer heel prijzig. Dus een doos van 12 en een doos van 6 en uiteraard even gelijk koffie gehaald. Maar mijn pa weet dus van niks. En ik ga zo meteen voor vaderdag, ook morgen is natuurlijk vaderdag, ga ik naar mijn opa en oma ook even wat brengen. En dan hebben we dat gehad. En dan ga ik zo meteen nog even een video editen.
Ik heb gisteren trouwens niks gevlogd. Dat klopt, oh, dat heb ik al gezegd. Die voelde me nou nog op. Mouse had trouwens net een epileptische aanval. Dus dat was ook helemaal drama. Oké, ik ben thuis en ik ga even met jullie. Ik ga het allemaal volgeschrijven. Het cadeau van mijn pa morgen inpakken. Leek me wel leuk om even te doen. Ik zie echt niks door deze bril. Ah, dat is iets weten. Het is heel warm hier trouwens. Ik ga even de ventilator pakken. Goed, jullie zullen waarschijnlijk de ventilator wel horen. Maar ik dacht, ik ga jullie gewoon laten zien wat dat ik allemaal... heb gekocht. Ik ga ondertussen een vlog uploaden. Alles tegelijk. Trouwens, laat genieten van mijn koffie. Even de video in de uploader gooien. Ik heb trouwens dit hoesje mogen ontvangen van GoCase. Een paar dagen terug alweer. Super fijn anti-shock hoesje. Gewoon heel simpel. Maar ik ben hier zo blij mee. Hij fit zo fijn om je telefoon. Voelt niet groot aan. Niet moeilijk. Dus ik ben er heel blij mee. En het is bruin. Ik ben heel erg into de bruine kleuren de laatste tijd. Even kijken. Deze. Ik krijg gelijk allemaal berichtjes van iedereen. Maar heel shocking. Oké. Even kijken jongens. Oké, ik ga dingen inpakken. Ik wil jullie eerst laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Het zijn allemaal gewoon hele kleine dingetjes. Omdat mijn pa eigenlijk zijn cadeau al heeft gehad. Nu wil ik alleen even die sticker er goed af hebben. Nou, een soort van goed af hebben. Voilà. Het wordt echt een beetje zo'n random vlog denk ik. Maar goed, maar niet uit. Wel leuk. Ik heb die kaasbites gehaald. Dat ga ik allemaal in een cadeautas zetten. Ik heb Mars cookies gehaald. Dat was altijd bij de kruidvat gehaald hoor. We hadden zulke schattige dingen. Het is zeg maar een, hij krijgt zijn verjaardagscadeau morgen op vaderdag. Omdat mijn pa moet werken op zijn verjaardag. En ik ben er zelf ook niet. Dus vandaar. Dan heb ik een Milka-reep. Dan heb ik mini vlaggetjes gehaald. Super cute. Mijn pa viert zijn verjaardag dus nooit. En ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon allemaal mini vlaggetjes kopen. Dat is super cute. Dan heb ik deze nog. Die ga ik ophangen. Drie papegaaien. Super cute. Die laat ik hier wel in. Trouwens. Anders ziet hij het zo. En dan heb ik... Mijn pa krijgt van zijn moeder altijd... van Blue Stratos krijgt hij parfum. En dan vinden mijn moeder en ik dat niet echt het lekkerste geurtje. Ik vind het echt een beetje een oude mannengeur. Ik zie heel veel in die tehuizen. Dat al die oude mannen dat hebben. Maar nu hebben ze dus van Blue Stratos. Ook een shower gel. En deo. En mijn pa vindt dat dus helemaal lekker. En wij vinden dat dus helemaal niks. Maar goed. Weet je. Ik spuit het niet op. Dus ik heb daar ook twee deo's van gehaald. Altijd fijn. Zeker met dit warme weer. Dus dat is wel leuk. En ik heb nog voor mijn moeder en voor mijn vader. Die ga ik zo meteen even geven. Heb ik iets cutes gehaald. Ik ga er ook wat inschrijven. Deze twee gehaald. Deze heb ik bij... Ik weet niet waar ik die gehaald heb eigenlijk. Maar dit is van de maand juni. En deze is van de maand januari. Mijn vader is in juni jarig, mijn moeder in januari. Dit is een geboortesteen. Er zitten er twee in. En hier zitten er ook twee in. Met een briefje waarop je iets kan schrijven. Dus dat ga ik zo meteen gelijk doen. En die ga ik dan even cute inpakken en dan aan hen geven. Aan hun geven eigenlijk. Volgens mij was dat het. Ja. En ik heb dan daarnet nog even gauw dit cadeautasje gehaald. Met Happy Birthday erop bij de TK Maxx. Want ik vond dat wel heel schattig. Ik ga er alles in. Dus ik ga alles even inpakken. En dan ga ik het al met het cadeautasje doen. Goed nieuws. Ik ben onder de douche geweest. Ik weet niet of dat zo goed nieuws is. Maar wat wel goed nieuws is, is dat we jullie hebben opgehaald. En daar gaat het goed mee. Gelukkig. Zijn oogje is gehecht.
en de wond op zijn schouder is gehecht. Allebei hadden we niet verwacht. Dat is eigenlijk wel top. Het is oplosbaar hechtdraad, dus het zal zelf ook weer moeten verdwijnen. Kijk, de zon daar, jongens, heerlijk. Maar aangezien het morgen vaderdag is en mijn opa de vader van mijn moeder is, ben ik eventjes een donut delivery aan het spelen. Dan ga ik even wat donuts afleveren. Goed, ik zit echt al de hele avond op mijn telefoon. Maar het is tijd om te gaan slapen. Het is voor mij nu echt super laat. Het is, let niet op mijn achtergrond. Ik heb Owen als achtergrond. Kom die foto tegen. Het is bijna 12. Tenminste, het is een paar minuten over 11. Het is nog een uurtje totdat het 12 uur is. Maar ik ga slapen nu, want ik ben wel moe. En kijk trouwens wat ik heb gedaan. Ik heb een Polaroid foto achter een hoesje gedaan. Van Antwerpen, van de looptunnel. Zo leuk. Maar ik ga slapen, want ik ben net vet moe. En ik ben de hele tijd al moe, maar ik ben fucking onrustig. Vreselijk. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga slapen. Dus ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Alleen, ik moet de camera opladen. Oeps. Tot morgen.